Het was niet de dag van Vinnie Promise. Het kan nog wel de dag van Everglide Rapida worden. Maar ook dat is nog lang niet zeker. 10. Want daarachter komen nog meer paarden zich melden. Waaronder aan de wijde buitenzijde het nummer 2 van Xandor. We komen in de laatste rechte lijn en Franka Steenwijk heeft daar moeite. En wordt voorbijgelopen aan de buitenzijde door een opkomende nummer 6 Everglide Rapida. Diamond en Zelda tussendoor. Xandor aan de buitenzijde. We gaan de laatste meters in. En het is in het midden van de baan. Xandor aan de binnenzijde. Paard nummer 6 Everglide Rapida. Diamond en Zelda tussendoor. Ah, die gaat er misschien door het stek. Dat mag de aankomstrechter vertellen. Het is de 6 die het wint voor de 2. Close voor de derde plaats. We hebben alvast groen licht, dames en heren, voor de winnende combinatie. Op sterke wijze werd dat Everglide Rapida, paard nummer 6. Een vierjarige zwarte ruin van Hand Glider uit Royal Comic, gefokt in Zweden. En Bas Krebas is de winnende trainer en rijder. Sterke overwinning voor deze zoon van Hand Glider. Hans, hij is van Hans. Hoi. Hans, je hebt hier je familie aan het hoofd en... Zijn moeder. En ze kijkt mee. Je kijkt mee, neem ik aan, vanuit Zweden. Het gaat sowieso Hans Krebas voor de wind in Zweden. Veel van zijn paarden winnen en lopen in het geld. En dat is knap, want dat is toch wel een beetje de Champions League. Maar hier doet Hans zijn paard het ook goed. Everglide Rapida. Met de geweldige steun van oom Bas. Stal Krebas, vandaag weer een topdag hier vandaag op Drachten. Hij gaat er een mooie lange ereronde van maken. U kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van koers 8. Everglide, Rapida en Bas Krebas. Kans van start is gegaan, de Smaragd Security BV-prijs wel te verstaan. De paarden zijn onderweg en kiezen zo langzamerhand hun favoriete positie in het veld. En we zien op dit moment dat de paarden zich redelijk goed weten te redden. Als we de eerste meters erop hebben zitten en aan de buitenzijde Fly Zwagerman op de derde plaats is achter Xandor en Franka Steenwijk. Xandor maakt een galoppade, Franka Steenwijk die blijft goed draven en inmiddels is Xandor ook gezet. Fly Zwagerman derde, dan Everglide Rapida met verreweg in het veld El Nino, gevolgd door paard nummer 10, Vinnie Promise, die het even niet lekker had in die blubber. En aan de buitenzijde ligt daar dan ook nog goed geplaatst Niels Jongejans. En Niels rijdt Diamond SL. Aad Pols op dit moment bekijkt alles vanuit het achterveld met zijn paard nummer 8, Lux Valentine. Door de bocht op weg naar de overzijde van de maan. Giel Wildhagen heeft zijn Franka Steenwijk aan kop van het veld gebracht en heeft een gezonde voorsprong. Op de tweede plaats volgt dan aan de binnenzijde Xandor en in derde stelling komt aan de buitenzijde daar de tussenaanval van paard nummer 6 Everglide Rapida. Dat moet Rick Ebbing op dit moment met leden ogen aanzien, want hij heeft zich in laten sluiten met Vinnie Promise en ziet dat zijn grootste concurrent op papier op dit moment een gezonde voorsprong ten opzichte van hem heeft weten te nemen. Maar Franka Steenwijk, dat zou wel eens de verrassing van de koers kunnen worden, want die maakt een sterke indruk met Giel Wildhagen halverwege de linkerbocht. Heeft een anderhalve lengte voorsprong op Everglide Rapida. In de start van het veld kan Ebbingen zo dadelijk misschien ook het tweede spoor gaan verkiezen, maar de vraag is even of Vinnie Promise het vandaag in de benen heeft. We gaan het zien en beleven als de paarden straks afkoers op de laatste ronde. Waar bevindt uw favoriet zich? Misschien wel in kop, aan kop als dat Franka Steenwijk mocht zijn. Tweede plaats, daarachter het nummer 6 van Everglide Rapida. Dan is het Xandor. Aan de buitenzijde het nummer 4 van El Nino. Aan de binnenzijde de 5 Fly Zwagerman met verreweg het nummer 9 van Diamond SL. Vinnie Promise met een berg te beklimmen op de voorlaatste plaats. En dat geldt in nog extremere mate voor paard nummer 8 Lux Valentine. Deelnemers gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan, waar Giel Wildhagen en Franka Steenwijk dit veld nog altijd zijn wil oplegt. Heeft een lengte voor, versnelt aan kop nu op de tweede plaats Everglide Rapida. Aan de buitenzijde is het dan Xandor en aan de binnenzijde Fly Zwagerman. Die krijgt een mooi voordelig parcours. Geldt ook voor Diamond SL. Die komt naar de vijfde plaats en dat gaat ten koste van El Nino. Maar daar komt nu zo langzamerhand de aanval van Vinnie Promise. Maar Ebbingen kiest zijn geluk binnendoor en moet het bekopen met wat mispassen. Het was niet de dag van Vinnie Promise. Het kan nog wel de dag van Everglide Rapida worden, maar ook dat is nog lang niet zeker. 10.
Want daarachter komen nog meer paarden zich melden. Waaronder aan de wijde buitenzijde het nummer 2 van Xandor. We komen in de laatste rechte lijn en Franka Steenwijk heeft daar moeite. En wordt voorbijgelopen aan de buitenzijde door een opkomende nummer 6 Everglide Rapida. Diamond en Zelder tussendoor. Xandor aan de buitenzijde. We gaan de laatste meters in. En het is in het midden van de baan. Xandor aan de binnenzijde. Paard nummer 6 Everglide Rapida. Diamond en Zelder tussendoor. Ah, die gaat er misschien door het stek. Dat mag de aankomstrechter vertellen. Het is de 6 die het wint voor de 2. Close voor de derde plaats.